Waarschijnlijk kent iedereen Roel van Dongen uit Rosmalen wel. Misschien niet als memespeler, als clown of als muzikant, maar wel van een aantal landelijke tv-commercials. Ik heb iets bedacht waardoor er bij ons niet meer wordt ingebroken. Kijk. Ik ben Roel van Dongen. Ik ben onlangs 60 jaar geworden. Een anti-inbraakgordijn. Ze lijken net alsof we altijd thuis zijn. Ik weet niet of die nou gestemd is. Ik ben artiest. Ik ben artiest ruim 20 jaar. En in die 20 jaar heb ik gewerkt als pantomimespeler. Ik heb presentaties gedaan, ik heb kindershows gedaan. Een nar in vroege tijden was echt niet te benijden. Een bochel en een scheef gezicht ging hij gebukt onder het gewicht. Daarnaast ben ik ook nog rollenspelacteur bij een theatergroep. Doe ik educatieve schoolvoorstellingen. Nou, hier heb ik allemaal kostuums die ik in de loop van de jaren gebruikt heb. Die hangen al een tijdje weer in de kast. Ik wil er eentje even laten zien. Dat is deze. Dit is mijn jokerkostuum. Voor al mijn ex en joker en kostuums geld. Ik heb het allemaal zelf bedacht en ontworpen. Dit is bij mijn jokerkostuum. Ik heb 2 seizoenen bij de Efteling mogen werken. En dat was in de rol van meneer Verstappen, de tamboermaeter van de enige echte Efteling-fanfare. Dames en heren, aangezien wij multifunctioneel inzetbaar zijn, betekent dit dat wij ook voor de kleine kabouters een lied hebben ingestudeerd. Daar hebben we een aantal jaren furoren gemaakt. Ik weet niet meer precies exact de jaren. Maar dat was een geweldige act waarin 12... mensen aan deelnamen, waarvan 3 acteurs en 9 conservatoriumgeschoolde muzikanten. Die de hele dag door het park zich begaf en daar op een swingende manier en op een leuke manier de mensen entertainde daar. Ik heb een aantal keer screentests mogen doen, of hoe heet dat, auditie mogen doen. Van daaruit ben ik in een aantal commercials terechtgekomen. Voordat wij van Deltaloid besluiten aandelen in een bedrijf te kopen, zorgen we eerst dat we er zoveel mogelijk van weten. Ik heb onder andere de commercial mogen doen voor de Kamer van Koophandel, voor Deltaloid. En onlangs, afgelopen seizoen, was die nog te zien van InShared. En die was heel leuk, vond ik zelf ook heel geslaagd. Die is heel vaak op tv geweest. Dan krijgen wij misschien wel geld terug. En dat willen wij wel. Zo'n commercial is eigenlijk een halve minuut, hooguit een minuut. Maar als dat maar vaak genoeg per dag gebeurt op alle zenders. Deze commercial die was op alle zenders te zien gedurende een periode. Ja, dan op een gegeven moment valt het op. Let je maar niet op mij hoor. Voordat ik in uw bedrijf ga beleggen, kom ik even mee luisteren. Ben benieuwd. Mensen hebben het erover. En als je dan toevallig het geluk hebt om in een leuke commercial te zitten, met een leuk verhaal en een leuke opname en een leuke shot en een leuke clue, ja, dan wordt er wel over gesproken. Want als ik eind van het jaar niks hoef te declareren, dan krijgen wij misschien wel geld terug. Mijn waardering en mijn erkenning heb ik gehad en gevoeld. En ondanks dat ik geen publiek landelijk bekende artiest ben, ben ik in de jaren dat ik actief was binnen in de branche, ben ik wel redelijk bekend. Het applaus en het succes heb ik mogen ervaren. Dus zo'n commercial is artistiek gezien niet echt interessant, maar het is een leuke bijkomstigheid. En als ik daar mee op tv ben, dan is het gewoon leuk. Ja. Thank you.